NAC Breda, de nummer 7 van de Eredivisie, levert de bal heel eenvoudig in op bezoek bij de nummer 6 van de Tweede Divisie, Barendrecht. Dat hier lekker countert. De inzet is misschien niet ideaal van Trent Drexhagen. De spits in het 5-4-1 systeem, dat wordt gehanteerd door Barendrecht. Dat hier gewoon weer brutaal in de aanval gaat op het eigen sportpark De Bongerd. En een vrije trap krijgt. Dit is alleen van Steensel, de trainer van Barendrecht. Overtreding is hier van Manel Royo, de Spaanse linksback van NAC Breda. De vrije trap. Het wegkop is van Jan van den Berg. En dan komt de bal voor de voeten van Wouter Vermeer. Een van de 3 centrale verdedigers van Barendrecht. Dat hier dus al vroeg in de wedstrijd op voorsprong komt. Even opvangen op de borst, laten stuiteren en dan uithalen. En dan is Bilica, de keeper van NAC Breda, kansloos. En dan gaat NAC op zoek naar de gelijkmaker. Hier is Ballard. Elias Mar Ómarsson, terug naar Ballard. En daar komt de keeper van Barendrecht er goed uit. Dat is Jomar Gomes. Via hem gaat de bal over de achterlijn, maar de hoekschop levert verder niets op voor NAC. 39e minuut. Manel Royo met de voorzet. En leep geprobeerd hoor door Mar Ómarsson, die IJslandse spits. Maar de bal gaat naast. Komt daar goed naar de bal toe. Voor zijn man. Maar Gomes hoeft niet in te grijpen, de keeper. Extra tijd van de eerste helft. Bayram na die vrije trap voor Barendrecht. Voorzet. En de kopbal van Timo de Graaf, een van de centrale verdedigers. Die komt hoog op. Maar Bilica kan die bal pakken. En dan gaan we naar de tweede helft. Met hier NAC. Sana Fernandez met een uitstekende voorzet, heel veel gevoel en Lars Mol duikt daar achterop en die kan er nog net bij om die bal binnen te schuiven. En dan is het dus 1-1. Sana Fernandez met 1 beweging verschaft hij zichzelf de ruimte om deze voorzet te geven. En Lars Mol verrast de defensie van Barendrecht. Dit is een uitstekende opmars die hier dan even wordt gestuit. Maar ingeleverd door Barendrecht. En dit moet hem dan worden. Elias Mar Ómarsson. Uitstekende redding van Gomes. Jomar Gomes met een hele belangrijke ingreep. Die keeper van Barendrecht. Maar Ómarsson moet hier natuurlijk scoren. Daarna begaat hij nog een overtreding. Hoekschop, halverwege de tweede helft. Bal opgepikt door Sana Fernandez. Kan hij weer zo'n goede voorzet geven? Nee, hij legt nu af. Op Janoszek. Weer een redding van Gomes. Ballard. Dit is Janoszek. Ja, het is wel ver, maar hij heeft de gelegenheid. En hij probeert het ook. Het is hard genoeg. En de richting was ook goed, maar Gomes groeit uit tot de held van Barendrecht. Wat een fantastische redding. 78e minuut. Daar gaat NAC weer. NAC wil de voorsprong pakken. Leo Sauer moet die bal eigenlijk afspelen. Dat is Janoszek die goed blijft staan. Die had hem zo kunnen binnenschuiven. Maar Sauer probeert het zelf. En wie zit er dan weer tussen? Natuurlijk Jomar Gomes. Barendrecht. Hier is de voorzet. Bal nog weggewerkt. En dan de poging van Bram de Bruin. De topscorer van Barendrecht met 6 doelpunten. Schiet hier zowat de lat in tweeën. Nog steeds 1-1. En we zitten zo langzamerhand in de slotfase van de wedstrijd. Naastgekopt nog door Boyd Lucas, de rechtsback. Het is een belegering van de goal van Jomar Gomes. Die blijft staan, die hier niet bij kan. Maar invaller Raúl Paula raakt het aluminium en hij is niet de eerste vandaag. Gevoelige voorzet nu van Royo. 4e minuut van 6 minuten extra tijd. De hoekschop voor Barendrecht. NAC probeert uit te verdedigen. Dat gaat met veel kunst en vliegwerk. Hier is invaller Brent Vught. En dan gaat hij erin. Barendrecht op 2-1. Weer de voorsprong voor de thuisploeg. En uitzinnige vreugde op Sportpark De Bommert. Ook trainer Leen van Steensel het veld op. Ja, die moet daar wegwezen natuurlijk, want er is nog even te spelen. Maar in die speeltijd gebeurt er niets belangwekkends meer. Tranen bij Jomar Gomes. NAC Breda wordt opnieuw uitgeschakeld door een tweede divisionist. Vorig jaar Quick Boys, nu Barendrecht.